Hallo ah, iedereen, Pieter hier, oftewel oma op een bakvis met vandaag nieuwe commentary. Welkom bij weer een nieuwe Modern Warfare 3 commentary van mij. Vandaag ga ik het met jullie hebben over een, um, over een wel heel erg cliché onderwerp de laatste tijd. Ik ga het vandaag namelijk met jullie hebben over de Nederlandse Call of Duty YouTube community. Er is een hoop afgespeeld, er is een hoop gebeurd de afgelopen paar weken en ik zal het proberen kort samen te vatten. Er zijn een paar abonnees, ik hoop dat jullie daar aanhandigstekens daar heel goed kunnen horen. Maar er zijn dus een paar abonnees geweest en die hebben geprobeerd verschillende YouTubers tegen elkaar op te zetten. Om zo weet ik veel wat te doen, te kunnen zeggen van hey moet je kijken dit heb ik gedaan en uh, oh, moet je kijken wat trots. En dan krijgt hij een applausje in de peuterspeelzaal. Ik heb geen flauw idee, dat lijkt mij de enige logische verklaring maar... Uh, het is niet de bedoeling dat ik verklaringen ga lopen verzinnen. Ik ga het proberen uit te leggen, deze commentary. En ik. Uh, ik, ik was toch al begonnen. Ik had verteld dat er een, um, een paar YouTubers. of een paar. Um, ja, eigenlijk moet ik wel zeggen: Een paar YouTubers die waren tegen elkaar opgezet. Door een paar abonnees. Die abonnees die deden dat door middel van comments, als. Uh, oh, die PS3 YouTubers die zijn zoveel bla 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 bla. bla. En al oh, de Xbox YouTubers die zijn zoveel bla, bla 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 bla. En oh, ze zijn zo verschillend. Terwijl we eigenlijk van geen weet hadden, die YouTubers. Ik, en ik had dat ook gevraagd aan alle PS3 YouTubers, had echt zoiets van. Wat? Zijn er verschillende kampen nu plotseling? Wat is dit dan weer? Wat is hier aan de hand? Wat, wat gebeurt hier? Zijn we nu opeens vijanden of zo? Want zo proberen ze ons neer te zetten. We zijn concurrenten. We zijn natuurlijk altijd concurrent omdat we gewoon allebei uploaden en het is gewoon wie de leukste video kan maken en dat is op zich goede concurrentie. Maar dit was echt. Uh, dit ging helemaal de foute kant op en we hadden op echt zoiets van: oké, okay, hier moeten we wat aan gaan doen. En driemaal raden, dat hebben we wat gedaan. We zijn met elke grote Nederlandse Call of Duty YouTuber gisteravond in een Skype-gesprek van wel drie uur, als ik me niet vergis. Hebben we het helemaal uitgelegd, helemaal bijgelegd, helemaal oplossingen bedacht. En we zijn uiteindelijk uh, tot de conclusie gekomen. Dat we elkaar gewoon gaan helpen. We gaan elkaar compleet helpen. We moeten een blok vormen als Call of Duty community. We kunnen niet langer zeggen van... Oh, bla 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 bla. En oh, bla 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 bla. We moeten gewoon samenwerken. En goed met elkaar om kunnen gaan. We hebben telefoonnummers uitgewisseld. We gaan gewoon echt er nu... Um... Gewoon goed mee om en dat, uh, dat deden we natuurlijk al een beetje. Alleen, uh, we gaan er nu gewoon echt voor zorgen dat abonnees die een beetje proberen te lopen trollen voor een uh, applausje in de Peuterspeelzaal, en niet gaan verpesten. We hebben het namelijk zo gedaan: uh, telkens als ik een comment zie, want deze comments krijg ik echt redelijk vaak. Oh Pieter, jij bent zoveel beter als Fish, want bla 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 bla. En dan heb ik zoiets van, uh, waarom zou ik zo'n comment willen? Wat moet ik met zo'n comment? Wat, wat boeit dat mij überhaupt dat ik beter ben dan Fish? Denk je dat Fish en ik dat niet weten? Tuurlijk, ik ben beter dan Fish. Dat is, dat, dat, dat is wel, dat verschilt wel gewoon een beetje dat je dat kan zeggen. Maar, Fish is weer beter in andere dingen. Omdat iedereen beter is in andere dingen, vullen we elkaar perfect aan. En dat is nou het hele punt... ...van een community. We moeten elkaar aanvullen. De zwakke moeten elkaar... ...of tenminste, de zwakke punten moeten elkaar... Uh, ...een beetje helpen met andere sterke punten. Zoals bijvoorbeeld de mensen met goede gameplays. Je hebt mensen met heel goed commentaar. Je hebt mensen met gewoon een heel goed humor. Weet ik het allemaal. Die vullen elkaar prachtig aan. En uh, dat moeten we respecteren. Dus telkens in het vervolg hebben we afgesproken... ...als ik weer zo'n debiele comment zie... ...van, oh Pieter, vis is zoveel beter. En dat hoeft niet als vis te zijn. Want het kan ook King, Paul... Arjen. Chris. Braandvers bedoel ik dan. Want Fish heet ook Chris. Erik. Jaraski, Jan, Roy, Luca. Maakt niet uit wie. Noem de hele mik, maar op. Als ik ook maar één zo'n rare vergelijkingscomment zie. Op een video. Van mij. Of weet ik veel wie dan ook. Een van die mensen die ik net opnoemde. Dan gaat hij gewoon direct geblokt worden. En daar is gewoon geen excuus aan. Als ik op iemands anders video ziet van. Uh, oh, jij bent zoveel slechter dan Pieter. Terwijl ik dan. Uh, Eigenlijk, bij wijze van spreken, gecomplimenteerd wordt. Dan denken mensen van: Oh, hij maakt een complimentje naar Pieter. Maar stiekem zit ik echt totaal niet te wachten op dat soort comments. Wat kan mij het schelen dat ik beter ben dan dit. En wat kan mij het schelen dat ik slechter ben dan wat. Ik weet waar ik goed in ben. En ik weet waar ik slecht in ben. Iedereen weet dat van zichzelf. Tenminste, mag ik hopen. Want je bent groot geworden doordat je dat weet. En je weet je goede dingen uit te buiten. Ik hoop dat jullie het hebben begrepen. Ik hoop dat jullie een duimpje omhoog kunnen geven als jullie hem leuk vonden. Het was een beetje een, uh, een rant-commentary. Een commentary waar het um, <laughs> waar ik voornamelijk boos uh, deed. Maar eigenlijk zijn er ook gewoon een heleboel andere leuke dingen waar ik het misschien nog wel een andere keer over ga hebben. Ik, uh, ik check jullie in ieder geval weer bij de volgende commentary-gasten. Vergeet hem niet een duimpje omhoog te geven als je hem leuk vond. Dat geeft me extreem veel motivatie. Kan ik niet genoeg zeggen. En dat, uh, dat weten jullie nu zo anderhand ook wel. Dus ik zou zeggen. Druk op de like en dan check ik jullie weer bij de volgende commentary gasten later.